De Joden Savanna Archaeological Site staat, ondanks positief advies van de International Council on Monuments and Sites, ICOMOS, nog niet op de werelderfgoedlijst van de UNESCO. Dit zegt Stefan Fokkee, directeur van de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname, SGES, aan onze nieuwsdienst. Het officieel besluit wordt pas september genomen door de World Heritage Committee. De Joden Savanna Archaeological Site, zoals hij officieel heet, is voorgedragen voor plaatsing op de werelderfgoedlijst. Er is een technische evaluatie geweest. Vorig jaar september was er iemand van ICOMOS hier. Die heeft de zaak beoordeeld. We moesten wat antwoorden op vragen die gesteld waren. We hadden twee vragenrondes. En uiteindelijk heeft ICOMOS een eindrapport opgestuurd met het advies van Joden Savanna kan geplaatst worden op de werelderfgoedlijst. De voordracht om de Joden Savanna Archaeological Site op de werelderfgoedlijst te plaatsen is gebeurd op basis van twee criteria. Echter is het positief antwoord gegeven op basis van één criterium. Fokkee legt de criteria uit. Joden Savanna eigenlijk een uniek voorbeeld is van een binnen de Joodse diaspora, binnen wat we noemen de Atlantic World. De Joden zijn vanuit Portugal, Spanje, na de Inquisitie verdreven naar andere landen. Maar Joden Savanna is binnen de Joodse diaspora is het een uniek voorbeeld van hoe ze unieke vrijheden hebben gehad, privileges om naar eigen inzichten een nederzetting op te zetten. Die eigenlijk iets meer dan 100 jaar in ontwikkeling is geweest. Het voorstel om de Joden Savanna Archaeological Site op de werelderfgoed te krijgen kwam in 2021. Indien goedkeuring hiervoor komt, zal Suriname 3 werelderfgoedplekken bezitten.